likes, 1k dislikes. Mensen, welkom bij een nieuwe video. Eerst, update, bordspel, voordat we naar King Alert gaan. Dit is dus op dit moment het kutfluencerspel. Dit is het bord! In alle duidelijkheid, de regels exact gaan we jullie nog wel uitleggen. De kutfluencer kaarten komen we ook nog op terug. Heb jij nog leuke kutfluencers ideeën met betrekking tot Milo of Robbie en zo Knol of een paar andere influencers die hier niet bij staan? En we moeten natuurlijk niet de echte naam vermelden, want dat gaat natuurlijk helemaal fout. Het moet niet over hun gaan. Tenzij denken Robbie en Milo en zo, die gaan er niet zo moeilijk over doen. Maar dit soort dingen hebben we dan, is gewoon grappig. Ga net als Milo's haarlijn 5 stappen terug. Hey, dat is gewoon leuk. Dat is gewoon humor. En dan hebben we nog een paar andere dingen, zoals het bordspel. En bijvoorbeeld lalletjes, rood is naar beneden, geel is andere kant op, 30, 60. Groen is omhoog, van 11 naar 46. Kunnen we eigenlijk ook wel geel maken. Kutfluencer kaart 4, 5 is dan bijvoorbeeld jongste moet drinken. 6, steen, pie, schaar tegen iemand, te verliezen moet drinken. 8, wijs op 3, 1, 2, 3, allemaal iemand aan. Degene die als meester wordt aangewezen, die moet drinken. Alle vrouwen moeten drinken, alle geleuven, kutfluencer kaart. Biertje uitdelen. Min 7. Kom je dan uiteindelijk op de joker? Trouwens, dat is niet goed geteld. Jawel, kom je op de joker? Nee, dat is niet waar. Kom je op de bier? Gaan we een biertje uitdelen. In ieder geval, dit zijn dus een beetje de regels. En zoals je ziet, vanaf 43 boemenkaart, oudste moet drinken. Zijn er nog wat dingetjes die erbij kunnen? Laat het weten in de comments. Laat het weten in de comments of jullie nog leuke ideeën hebben. Want dit spel wordt gigantisch leuk. We gaan echt, dit gaan we gewoon uitbrengen. Het wordt ontzettend leuk. We gaan lachen. Een beetje influencer belachelijk maken. Een beetje zuipen, lieve mensen. What can possibly go wrong? Is a great idea. Is just a lovely idea, it's absolutely fun. I know for certain. Nou, oké, dan gaan we even verder. Bijvoorbeeld de joker, als iemand antwoordt op een vraag van jou, moet hij of zij drinken. Nou, die joker, die zie je dus ook hier zo op 39. Dan mag je dus 1 ronde, mogen mensen, medespelers, mogen niet antwoorden op een vraag van jou. Dat je zegt tegen persoon B, hey, hoe laat is het? En hij zegt 7:30, teringlul. En dan zeg jij, ha, je mag helemaal geen vraag bij mij antwoorden. Zuipen, teringlul. Jij bent ook een teringlul. En dan ga je elkaar uitschrijven voor teringlul. Dat is het spel. Gewoon een beetje lachen, gewoon een beetje bier drinken. Dat eigenlijk. Maar ik wil wel nog een beetje input vanuit jullie, de kijker. Dus laat het even weten. En dan gaan we nu over naar King Alert belachelijk maken. Want die doet toch weer dingen, joh. Dat je denkt van, doet nou niet. Maar doet het toch. Godverdomme. Oké, in ieder geval, we gaan even kijken. En ik zet alvast mijn facemuts op. Want niet heel wat lachen, lieve mensen. Die gozer is knettergek. Er zijn een paar leuke momenten met ik ben met de King, ik ben alert. Ik ben met de King, ik ben alert. Er zijn een paar hele goede momenten. King Alert gaat de p*** in. De OnlyFans, dat was natuurlijk geen p***. Maar ik, lieve mensen, ik ben natuurlijk expert. Ik ben OnlyFans expert. Maar we moeten wel vervieren dat King Alert weer iets heeft gedaan wat eigenlijk niet kan en wat een beetje hypocriet is. Dus sommige mensen zullen denken, hè, wie is King Alert? Maar daar hebben we wel een paar leuke fragmenten van. Griep. Maar kijk. Dit is uit. Als Wesley dan in de chat gaat typen dat een artiest, ik ben een artiest, ik ben de beste DJ, een van de beste van Nederland, kan mixen in house. Niemand weet het, dat kon wel. Als hij dan gaat zeggen, ja, wel knap gemixt, maar met behulp van je sync en die is uit, spom terug, dan kan je het allemaal zien. Dan kan je voor mij echt een griep krijgen. Nou, dat is een beetje grof, maar oké, moeten we sowieso verbliepen. Karel Anker, ik ben lekker grappig. Ik doe Karel Anker. Ah! En eigenlijk is het K. Anker, dus dan is het... Maar in ieder geval, hij heeft ook een boek. Zo is hij bezig als DJ en hoeft hij maar een paar dagen per week voor de klas te staan. En nu is dus het ding dat Paul Goudsmit uiteindelijk de OnlyFans ingaat. En waarom? Waarschijnlijk vanwege geld. Wie wil dat zien? Dat is ik de ben vraag. Onderweg naar YouTube Expert. En mensen, voordat we gaan inzoomen op het fenomeen van OnlyFans. Waarom doet meneer Goudsmit dat? Waarom betrekt hij Daphne erbij? Want wie is Daphne? Hele goede vraag. Waarom komt Wendy erin voor? Ook een hele goede vraag. No judging. We gaan gewoon even kijken naar de beste man. Wat hij allemaal te zeggen heeft erover. En misschien zegt hij wel hele redelijke dingen. Misschien zegt hij wel sommige dingen van. Hey, luister, ik heb schulden. En ik heb mijn lichaam nog niet verkocht. Dus misschien moet ik wel gewoon dit even proberen. En misschien willen mensen me daarbij helpen. King Alert, want King Alert. Breaking news. Woehoe! Ook. Hij zit tegenwoordig op OnlyFans. Paul, OnlyFans, jij zit nu ook op OnlyFans. Ik zit nu ook op OnlyFans. Wat ophef over geloof ik. Ja, vertel. Ja, hallo. Hoi. Maar vertel, ik snap het nog steeds niet helemaal. In contact dus uiteindelijk met Daphne en daar begon het meer over. En zij vond een beetje bekrompen reacties. Hè. Weet je, ja, we waren eruit als jij iets liked. En het was ook niet iets naakt of zo. Niet eens dit. Het was gewoon een normale post. Op een gegeven moment zei ik, nou, ik misschien een idee. Misschien is het leuk om een mini-docu over jou te gaan maken. Het begon dus met een mini-docu over King Alert. Maar waar het bij mij nou vooral voor
begon. Wat het op dit moment gewoon is. We moeten even achterhalen. Ondanks alle kwaaltjes van Paul. Want het schijnt ook dat zijn YouTube kanaal ook weg is. Alert. Ben je er nog? Hij heeft alleen de King nog. Maar het ging de laatste... Wendy 18 plus Q&A feed Paul. Het was echt 20, maar zoveel. Ja, ik heb er ook, misschien is hij nou wel gekrompen. Ik word ouder, hè? Ja, je bent al bijna 40. Hij is wel keihard, is hij. Oké. Maar in ieder geval, het grootste kritiekpunt was voor Paul, was uiteindelijk, hey Paul, je hebt kinderen. En daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Want kijk maar, zeg maar, als je, zoals Emily, goede vriendin, die we allemaal kennen natuurlijk. Ik ben OnlyFans expert. Daarom kan ik dus wel mijn bril opzetten, denk ik. Ik ben OnlyFans expert. En als ik expert ben, kan ik een bril opzetten. Maar het wordt iets minder geloofwaardig met een feesthoekje erbij. Maar ik doe het toch. Ik ben OnlyFans expert. En ik kan uiteindelijk ook gewoon zeggen, hey, weet je, bijvoorbeeld de situatie bij Emily, ze is 22, 21 is ze, heeft een mooi lichaam, heeft geen broers of zussen, heeft geen vriend, heeft geen kinderen en heeft zoiets van, ik wil niet geneukt worden door Jan Alleman, maar ik wil wel mijn lichaam verkopen en daar wil ik heel veel geld mee verdienen. Enfin, dat kan je doen. Maar waar het dan bij Paul een beetje misgaat, denk ik, is dat hij uiteindelijk dus met Daphne laat, dan volgens mij, is die relatie van Wendy en Paul, is dat een beetje niet monogaam, want blijkbaar was het dus ook een video, en dat zegt onze vriend King Alert, ja hier precies, hier, kijk, oh, ho, 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 kijk, daar gaan we. Wij nemen iets op, zo overdag dus, een nepclipje, alsof wij heftig bezig zijn met elkaar. Ja. Wendy heeft het opgenomen. Voor de duidelijkheid, Wendy is jouw vrouw. Wendy is mijn vrouw, ja. Ja, hij loopt nu al. En mocht van Wendy, ja, laten we dat voorop stellen. Wij zouden als stunt ook OnlyFans gaan doen. Niet verifiëren of zo, gewoon dat ze niet kunnen betalen. Maar nu zit je echt op OnlyFans, niet als stunt. Ja, precies. Ik denk, maar dit kan je natuurlijk niet met volledige zekerheid invullen. Maar Paul, die is dus leraar. Dat zegt hij ook in zijn boek. Hij is ouder en heeft dus een YouTube-kanaal. Nou, vroeger was dat meer succesvol dan dat nu is. Kijk, weet je, hij wil gewoon ordinair geld verdienen met OnlyFans. En dat is prima. Dat is prima als je dat wil. Maar dan is natuurlijk de keerzijde ervan. Mag dat als je ook kinderen hebt? Is dat dan wel zo handig? Die dingen gaan sowieso doorgestuurd worden. En die kinderen gaan het alleen maar niet makkelijker op krijgen. Maar ja, dat zijn mijn ouders die elkaar even Hoe noem je dat? Even je pantalons even laten zien aan iedereen. Dat is nou niet iets wat nou heel erg handig is. En vandaag komt er een post van ons samen. Okay. Vandaag komt er een post, die houden we in de gaten. Dus ja, dat is dan aan de ouders om te zorgen dat die kinderen daar niet bij kunnen, lijkt me. Ja, precies. Oké, dat is aan de ouders, zeg. Ja, dat weet je, het probleem hierin, het is aan de ouders. En natuurlijk een gedeelte, het is ook aan die ouders. Maar eigenlijk vind ik het gewoon één groot stuk gelul. Want weet je wat het punt is? Kijk, dat hij het doet tot daaraan toe, prima. Doe het lekker als je dat wil. Maar je hebt kinderen en je hebt een jong publiek. Niet iedereen is 18 plus en die kinderen die aan het jongen zijn, die gaan hier dus mee geassocieerd worden. En moet je eens voorstellen dat je 14 jaar bent en dat je denkt van, oeh, nee, dat is een beetje oud misschien. Ik was al vrij vies vroeger. 12. Je bent 12 en je denkt, oeh, ik heb mijn papa's account. Ik heb een OnlyFans account, heb ik ergens gekregen. Dan zal ik toch even kijken op het account van King Alert. Dan zal ik gewoon even kijken hoe dat allemaal werkt en zo. En je ziet Wendy en Paul. En dat is je eerste ervaring met OnlyFans. De trauma's die het oplevert. Het is echt gestoord. En trouwens, even puur artistiek. Ik heb even gekeken op Amber de Laatste profiel. Of Daphne laat. En dat schijnt echt puur porno. We gaan wel. Oké, blurren. Wat gaan we nu doen? Vandaag is het zaterdag. Wij gaan dit even laten bezinken, dit stuk. En morgen komen we jullie terug, want dat is als het goed is, een nieuwe post. Ze hebben nu op dit moment 2 posts. Ik moet hier een abonnement voor nemen voor minimaal een maand. Laten we dit nog even een nachtje rusten. Dan kom ik morgenavond bij jullie terug. En dan gaan we even kijken wat we uiteindelijk ervan kunnen maken. Maar in ieder geval, we hebben nu alles even gerelativeerd. Denk aan het bordspel. En dan komen we morgen dus even bij jullie terug. En dan gaan we even kijken. En dan laat ik mijn expertise los op de kanalen van Wendy en Paul. En dan weten jullie gelijk van Frank, als jij er niet was, jongen, hadden we dit bijna gekocht. Of Frank, we missen iets door jou. En nu weten we dat we iets missen. Dus nu gaan we het kopen. Morgen ga ik het allemaal voor jullie uitpluizen. Oké, zie jullie morgen. Daar is ze weer. Zondagavond. En ik ben op alles voorbereid. Ik ben letterlijk op alles voorbereid. Want, Ember, mochten we Barfi leggen? Ja, het zou zomaar kunnen. Dus ik hou deze als een slag om de arm. Letterlijk. Wat is er nou gebeurd? Het is nu dus zondagavond. Kunnen we dat hier zien? Het is zondag 18 april 2021. En vandaag is het live. En ze hebben net een nieuwe post. Heerlijk samen douchen. Samen. Lekker. Beeld het je even in. Thanks, Daphne de Laat. Dus die mensen aftrekt op Twitter. Dat post op Twitter. Ze trekt niet mensen af op Twitter. Niet naar haar Twitter gaan, mensen. Blijf hier. Het is ook ongelooflijk. Die jeugd tegenwoordig.
We gaan abonneren. Natuurlijk 6 maanden voor 5... Ik ga niet fucking Paul, ga ik toch niet. Ik ga hem niet 40 euro of 50 euro geven. Flikker op. We gaan gewoon subscriben. Ah, we moeten nog btw over het betalen. Pot voor 3 dubbeltjes. In ieder geval. Oké, enfin. Daar gaan we. Het moment waar we allemaal op hebben gewacht. Oh jezus. Oké. Oké, de eerste My Hot Ass. Kiss Wendy. Dat is eigenlijk... Is hier nog een klein beetje poep? $4 aan tips. Jezus. Oh, oh god. Hier gaan we. 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 Oké. Ongekend smerig. Zeg maar, het beeld wat je had van Paul was waarschijnlijk al niet best. Maar dit is echt ongekend smerig. Mensen, ik ben geabonneerd. Ik heb $15 door de wc gespoeld. Het is even niet anders, lieve mensen. Maar, hebben we gelachen? Nee. Trauma? Ja. Maar, was het uiteindelijk de moeite waard? Nee. Hebben we gelachen? Ook nee. Was het vies? Ja. Ja, weet je, het was gewoon niet best. Kunnen we gelijk unsubscriben? Weet je wat? We laten dit even 20 dagen op zijn beloop. Vanaf daar laten we het gewoon op zijn vrij lopen. We laten het gewoon op zijn vrij 20 dagjes. En we kunnen eventueel nog spieken. Want dan zeggen jullie, Frank, Paul zegt dit en dit. Of nieuwe content. Check het even. Dan check ik het voor jullie. Is het weer dat ik weer moet kokhalzen? Dan denken jullie, ah, geen goede call. Ik raad het je sterk aan om dit niet te doen. Daarom heb ik het ook goed geblurred. Geen enkel risico's moeten we hierbij nemen. En mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie later. Ik moet er echt voorbij komen. Fucking hell, wat was dit vies.